Welkom, we gaan vandaag drie oefeningen maken. Drie berekeningen van molecuulformules als het massapercentage van een element van die formule is gegeven. De eerste twee vragen zijn geschikt voor HAVO en VWO en de derde voor het VWO. Een molecuul met een massa van 44,09 U bestaat voor 81,71 massaprocent uit koolstof en 18,29 massaprocent uit waterstof. Wat is de molecuulformule? Succes! Nou, pak je zoiets aan. Je gaat uit van het gegeven dat de totale massa van het molecuul 44,09 U is. Daarvan weet je de hoeveelheid koolstof. De hoeveelheid koolstof is 81,71 massaprocent hiervan. Dus dat is 81,71% van die 44,09 heb ik totaal aan massa aan koolstof 36,02 U. Aha, hoeveel heb ik dan aan waterstof? Nou, ik heb 18,29 massaprocent waterstof hiervan. En als ik dat uitreken, dan vind ik een totale massa aan waterstofatomen van 8,06 U. Dan wordt het tijd om mijn binas te raadplegen. In mijn binas vind ik dat de massa van 1 koolstofatoom 12,01 U is. Totale massa van koolstofatomen is 36,02 U. Dus hoeveel koolstofatomen zitten er in die 36,02 U? 3 stuks. Aha, hoeveel waterstofatomen zijn er nodig om te komen op een massa van 8,06 U? 1 waterstofatoom heeft een massa van 1,008 U. Uitdelen. En dan vind je 8 waterstofatomen. Dus de conclusie, de molecule is hier. C3H8. Precies zo'n vraag, deze tweede vraag, maar dan even met andere getallen. Dan kun je nog even oefenen om te kijken of het lukt. Succes! Massa van het molecuul is gegeven. 92,26% van die massa is koolstof, dus ik heb totaal aan koolstof 72,06 U. En ik heb totaal aan waterstof 6,05 U. Aha. Ik weet de massa van 1 koolstofatoom. Dit is de totale massa, dus hoeveel koolstofatomen zitten hierin? Dat zijn de 6. Hoeveel waterstofatomen zitten er hier totaal in? 1 waterstofatoom, 1,08 U. Dus. Dat zijn de 6, met andere woorden. Het draait hier om de formule C6H6. We gaan naar de derde vraag toe. Een alkaan met de formule CnH2n+2 staat voor 84,28 massaprocent uit koolstof. Om welke alkaan gaat het hier? Succes! Ja, best lastig. Ik heb twee oplossingen voor jullie, laat ik alle twee zien. De eerste oplossing stoelt op de manier van opgave 1 en 2. Ja, bij opgave 1 en 2 was de totale massa van het molecuul gegeven, hier niet. Ga ik eentje verzinnen, neem ik een totale massa van 100 U. 84,28 massaprocent is koolstof. Dus dat betekent 84,28 U aan koolstof. Hoeveel koolstofatomen zitten er dan in? Als ik uit zou gaan van een totale massa van 100 U, dan zijn er 7,017 koolstofatomen aanwezig. Je kunt daar altijd rekenen natuurlijk. Dat het niet zo is, dat maakt niet uit, we kunnen het wel uitrekenen. Hoe zit het met waterstof? Totaal aan massa waterstof 15,72 U. Dus om hoeveel waterstofatomen zou het dan gaan? Om 15,60 waterstofatomen. Nou, dit zijn natuurlijk geen mooie gehele getallen. En het is wel de bedoeling dat hier gehele getallen komen. Dus er moet een oplossing voor komen. Nou, dat kan. Ik weet immers wat de verhouding is tussen koolstof en waterstof. Die is N staat tot 2N plus 2. Het aantal koolstofatomen en het aantal waterstofatomen is in de verhouding N staat tot 2N plus 2. Dit is de verhouding van de aantallen koolstof- en waterstofatomen. Aha, hier staat mijn aantal koolstofatomen. Daar staat mijn aantal waterstofatomen. Dus N is
n gedeeld door 2n plus 2 is gelijk aan het aantal koolstofatomen gedeeld door het totaal aantal aan waterstofatomen. En dan zie je, dan heb ik hier één vergelijking met één onbekende en die kan ik gaan oplossen. Die keer die, dat is 15,60n, die keer die is gelijk aan die keer die, aan 7,017 keer 2n plus 2. Nou, ga ik dit uitwerken, die keer die, dat is die, plus die 14,034 is die 15,60n. Ga ik eventjes, om het op één pagina te houden, hier verder, en dan reken je n uit, en dan vind je n is 9. Haha, als n is gelijk aan 9, dan is h gelijk aan 20. En dan heb ik mijn formule te pakken. Tweede manier. De tweede manier. We hebben hier te maken met een alkaan, CnH2n plus 2, en we kennen het massapercentage. Daar gaan we op inzoomen. Massa koolstof ken ik van dit deeltje. Massa koolstof is 12,01, maar als ik er n van heb, dan heb ik dus een totale massa van n keer 12,01 u. Totale massa aan waterstof in dit deeltje is 2n plus 2 keer 1,008. En nu ga ik met dit gegeven verder, het massapercentage koolstof in dat molecuul. Massapercentage koolstof is de massa koolstof gedeeld door de totale massa maal 100%. Wat is de massa van mijn koolstof? Ah, die heb ik hier staan. En de totale massa is dus die plus die. Massa koolstof gedeeld door de totale massa. Massa koolstof gedeeld door de totale massa is, nou, dat was 84 honderdste 84,8428. 84%. Heb ik één vergelijking met één onbekende? Nou, stug doorrekenen, zit niks anders op. Hier staat hij nogmaals. Ga ik dit handeltje even naar de andere kant brengen. Dus dit 12,01n staat hier. En dit gedeelte, dat staat nu hier. Heb ik nu hier naar rechts gehaald. Dus 0,8428 keer wat daar rechts staat. En dan moet ik er gewoon braaf uitwerken. Er zit echt niks anders op. Die laat ik staan. Ik ga eerst even deze haakjes wegwerken. 2n keer 1,008 is deze. Plus 2 keer 1,008, dat is die. Dan heb ik hier deze twee n'tjes bij elkaar opgeteld. 12 plus 2, dat is die 14,026n. Plus deze. En als ik dit weer verder uitwerk, vind ik n is 9. Dus dat betekent dat ik heb CnH20. En dan ben ik er. Oké, dit was hem. Bedankt. Oké, dit was hem. Bedankt.